Ja, terwijl ik het paneeltje pak, bedenk ik me dat het toch nog niks anders aan te zien is dan het paneeltje dat in de powerbank zit. Kijk, je ziet hier de rijtjes met cellen. Dit is een cel, dit is een cel en die staan bij deze in serie. Ja, je ziet, de achterkant is niet te zien. Kijk, dit waarschijnlijk niet af. Of wel? Ja, misschien toch wel. Even kijken, dan moet ik hem even onderbreken. Dit paneel heb ik jarenlang gebruikt, zeker 12 jaar heeft dat op mijn raam geplakt gezeten met duct tape. Er is steeds meer tape aan toegevoegd. Ik hoop dat die zo scherp is. Ja, wat je dus ziet is, je ziet dus die lijntjes hier. Dat zijn, al die verticale dingen, dat zijn allemaal cellen en die staan allemaal met elkaar in serie. Als je daar één van kortsluit, ja, dit ding is 18 volt onbelast, belast is die 14 of zo. Dat zie je staat te laden 14 tot 16 volt. Maar dat betekent dus dat, kan hij hoeveel zijn dat er? Als ik ze moet tellen, zijn het er 14 of 12 of zo. Dus het is, dat is bij volle belasting is dat een volt per segmentje. En kijk, en zo zit dat aangesloten. Dat wil ik laten zien. Kijk. Ik weet niet of dat met. Ik kan beter de macro lens pakken volgens mij. Ik weet niet of ik kan omschakelen. Nee, dat gaat niet tijdens het filmen. Maar hij kiest nu toch zelf automatisch voor macro. Met een andere camera moet ik dat zelf instellen. Nou, hier zit een bobbeltje soldeer. Wat je hier ziet bij mijn vinger. En dat is het enige stukje hier achterop waar geen folie zit. En dat is dus waar je dus een van de draden aan soldeert. Aan de andere kant zit het draadje er nog aan, zie je. Dus kijk, dit zijn weer al die celletjes. Verticaal, of tenminste allemaal van die horizontale balken. Ik weet niet hoe goed dat te zien is. Maar het zijn dus dezelfde horizontale lijnen als aan de andere kant. En je ziet dus dat het gewoon eigenlijk allemaal celletjes zijn die met elkaar in serie staan. En het zit in glas. Het is zo groot als een douche, als een badkamertegeltje. Het is gewoon echt glas. Dus ja, als dat in de fik gaat, daar kan geen grote brand door ontstaan, denk ik. Het zullen moderne panelen zijn van polycarbonaat, ongetwijfeld. Misschien dat wat meer brandgevaar oplevert. Maar dan nog, het is één volt zo'n celletje. En wat er gewoon gebeurt is, het is flinterdun dat materiaal, want het moet deels doorzichtig zijn. Het silicium is gewoon glas, hè. Maar het is, eigenlijk bestaat het vooral uit zand, het hele plaatje. Maar dat folie wat erin zit, dat feitelijke celletje, ja, wat is dat, zoveel nanometer dik. Wat kan daar nou aan branden, broer? Het moet dik genoeg zijn om die stroom te kunnen herbergen. Nou, bij dit ding, wat zal dit ding doen? Dit is 100 mA, zoiets is het wel. Dit is een paneeltje waarmee je penlights kunt laden. Hoor je dat 12 oplaadbare penlights. Ja, 12 kun je ermee opladen met zo'n paneeltje. En dat gaat goed, hè, want ik heb het jarenlang zo gebruikt. Ik heb zelfs ooit een wedstrijd gedaan via de. Wat was dat nou? Dat was via mijn site, geloof ik nog. Nee, het was via zendamateur.com. Dat was de fotoactie die ik had. En toen kon degene, de prijswinnaar, kon zo'n paneeltje winnen. Dat zijn ongeveer €20 waren ze toen. Dat zijn nou 6, 7 euro zijn, denk ik. Maar dit zijn panelen die erg klein zijn, naar huidige maatstaven. Maar destijds waren ze heel leuk en ik ga deze zelden, en ik heb een heel voorraadje van, deze zelden ga ik inzetten voor het LoRa-project. Dus daar zijn ze voor. En ik heb er zelfs eentje jarenlang op mijn raam gehad. die gebruikte ik als ik ging fotograferen. Ik zoek daar nog een alternatief voor. Ik had bij mijn voordeur, onderweg naar de voordeur heb ik een voltmeter hangen. Een grote professionele voltmeter met een hele grote schaal. En dan kon ik zien, als het ding onbelast was, dat ding zat dus aan die voltmeter aangesloten, dan kon ik onbelast zien bij zoveel volt, moest ik de belichting van de foto's buiten zo instellen. Dus dan wist ik vooraf de lichtomstandigheden. Dus, en dat zet ik dan om naar de belichtingsmeter. En ik wist welke spanning hoorde bij een bepaalde lichtsterkte. Dus ja, daar heb ik ze ook voor gebruikt. Maar deze is gebruikt voor penlights opladen. Dus jarenlang. En hij is gewoon nog goed. Ik bedoel, hij is 12 jaar gebruikt. Die gaat 40 jaar mee of zo. 30, 40 jaar.